Nu komt het gedeelte wat nog moeilijker is dan wat we net deden. We net, net een perfecte demonstratie van laptop die het niet doet. U kent hem wel van de afgelopen 20 jaar van elke event wat u ooit bezocht heeft. We gaan nu iets heel speciaals laten doen. En dat hoort absoluut ook bij het karakter van deze derde presentatie. Dus ik hoop een klein beetje op jullie geduld. Wat Gijs Besselink en Rob Haanbraken gaan doen is aan de ene kant vertellen. Ik neem aan dat we allemaal weten dat Colors een webbureau is uit Den Bosch. Dus hier vlakbij. Wat voor werk ze hebben gedaan met artificial intelligence. En een van de dingen die nou ja, gewoon echt heel speciaal is, is ze willen een speciale medewerker introduceren. En dat zal Robbie zijn. Ik ga kijken of ik heel erg lang moet doorpraten, Gijs. Moet ik heel lang door blijven praten of ben je zover? Hij is zover. Dames en heren, Gijs Besselink. Oké. Okay. Ja, dit schiet al op. Ik probeer het snel te doen. Ik heb 10 minuten. Rob heeft 10 minuten. Dat zal hij nodig hebben voor Robbie. Nou, wie zijn wij? Nou, ik ben zelf Gijs. Ik heb Rob meegenomen en Bas. Die zullen zichzelf dadelijk zelf introduceren. En zelf komen vanuit Colors. En vanuit Colors zijn wij echt verliefd op artificial intelligence. We geloven erin. We denken dat het heel veel gaat brengen. En het is zelfs zo erg dat wij er zelfs een sublabel hebben opgericht. En toen we dat deden, hadden we zoiets van, nou weet je wat, we gaan Colors AI beginnen. En er zal wel vraag naar zijn. En die vraag is er ook. Het is enorm wat we hebben moeten presenteren. We zijn bij banken langs geweest, bij verzekeraars. We zijn het buitenland in geweest. Als het gaat om verhalen, geen enkel probleem. Je komt overal binnen. Als het gaat om het verkopen van artificial intelligence projecten, voornamelijk chatbots, dan heb ik eigenlijk maar één conclusie. Chatbots projecten zijn een beetje zoals tienerseks. Iedereen heeft het erover. Iedereen denkt van elkaar dat ze ermee bezig zijn. Maar in de praktijk gebeurt er eigenlijk maar heel weinig. Je merkt aan alles dat we echt nog voor op de curve zitten. Ja, internet staat er vol mee. Ja, de verhalen zijn fantastisch. Maar als je er echt geld aan wil verdienen, dat is nog een beetje schraal. Maar toch hebben we een aantal projecten die we met jullie willen delen. Eén daarvan is ondertussen al bijna een jaar oud. Eva staat voor Eneco Virtuele Assistent. En toen net kwam al eigenlijk de vraag, hoe zit het met Nederlandse ondersteuning? Nou, een jaar terug was het slecht. IBM Watson hebben we toen onderzocht en die stond onderaan de lijst. Die ondersteunde namelijk geen Nederlands. Maar toch zijn we aan de slag gegaan en wat ik met jullie eigenlijk wil delen. Ik heb ook begrepen dat er een soort van marketinglaag in zit. Dus ik heb wat getallen voor jullie. Als je kijkt naar het gebruik van de chatbot, en in dit geval van Eva, dan bieden we eigenlijk vanuit Eneco iedereen twee opties. Of je vult gewoon het formulier in zoals je dat eigenlijk altijd doet, of je gaat voor de chatbot. Nou, je ziet al, 3% van alle mensen gebruikt de chatbot. Nou, dan zul je zeggen, van, nou, dat is misschien heel weinig. Ik zelf vind dat heel veel. 3 op de 100 Nederlanders, die heeft zoiets, weet je wat, laat ik maar eens gaan chatten met een robot om een meterstander door te geven. Het wordt pas echt interessant als je gaat kijken van, ja, maar wat doet een chatbot eigenlijk? Hoe zit het met de conversie? En dan is het een ander verhaal. De chatbot doet het namelijk 2% beter als een webformulier. Nou, het is een webformulier, die hebben ze al jaren, die hebben ze verfijnd, daar hebben ze, ik weet niet hoeveel geld ingestoken. Dat is een beetje het maximale wat ze daarmee kunnen bereiken. Wij bouwen een chatbot, die gaat met 2% overheen. Dat is een beetje de kracht van wat we hier zien. Het tweede wat we zien, is dat mensen eigenlijk heel erg openstaan om zelf ook een mening door te geven. Je merkt wel eens vaker bij sites, geef even feedback. Wat vind je ervan? Vind je dat het goed gaat? Heb je suggesties? In een chatbot is dat zo makkelijk om even in de flow dat mee te nemen. En we hebben een simpele vraag gesteld, van, wat vind je er nou van? Hoe vond je deze experience? 90% geeft het gewoon door. En wat geven ze dan door? Nou, ook wel positief. 71% die zegt, nou, ik kan er wel om lachen. 18% een klein glimlachje, de rest, mwah. Niet slecht. Maar het wordt nog gekker. Als je kijkt naar de leeftijd, dan gebeurt er eigenlijk iets heel geks. 46% van alle gebruikers is 55 jaar of ouder. Dat is heel gek. Toen we dat zagen met Dion, die zit daar, we snapten het niet. Hoe kan het zijn dat juist bejaarden
chatbots gebruiken. Hij is goed, hij is goed. Oké. Okay. En dat bleek eigenlijk heel logisch te zijn, want Eneco, nou, die draai je al een tijdje mee. Het klantenbestand van Eneco is ook wat ouder. Sterker nog, wat wij eigenlijk zien is dat het gebruik van de chatbot 1-op-1 gelijk is aan een klantbestand. Met andere woorden, het maakt niet uit of dat je man of vrouw bent, of dat je een bejaarde bent, of juist heel jong. Iedereen gebruikt chatbots. Misschien is er een vooroordeel van, ach, dat zullen voor de, dat zal voor de millennials zijn, voor een jonge generatie. Helemaal niet waar. Iedereen maakt er gewoon gebruik van. Het tweede wat we hebben geleerd, net werd het eigenlijk al gezegd, gaan de banen verdwijnen. Ja, misschien sommige, maar er komen ook nieuwe banen terug. En dat zien we ook wel een beetje als het gaat om chatbots. Want we hebben hier eigenlijk over een hele andere vorm van communiceren, namelijk een dialoog. En als het gaat om een dialoog, dan is het eigenlijk zo dat je het al een stuk menselijker moet maken. Doe je dat niet, dan is een chatbot ook letterlijk bot. Maar het gaat ook de andere kant op. Het is heel goed om in een chatbot om wat suggesties te geven van je bent goed bezig, ga zo door. Maar laatst moesten we voor een overlijdensverzekeraar moesten wij een bot maken. En dan is het wel heel gênant om te zeggen, je bent goed bezig. Dus tone of voice is alles. Dat is goed nieuws voor mensen die aan copywriting doen. Maar ook een nieuwe vorm van UX zal ontstaan. UX dat meer zit op het maken van dialogen. Dat is een andere vorm van interactie. Kan echt nog wel een stuk beter worden. Maar dat gaat heel belangrijk worden in de wereld van chatbots. En we hebben verder gekeken naar de flow zoals hij nu is. En nu stond hij al op 90%. En we geloven echt wel dat met een aantal tweaks dat we zelfs de 95% kunnen halen. En daarmee echt een van de meest succesvolle kanalen kunnen aanbieden. Volgens mij is bellen nog beter. Maar als het gaat om digitale kanalen, is een chatbot is echt wel heer en meester. Ik heb nog een sneak preview voor jullie, want dit was even een chatbot. We zijn namelijk met nog een project bezig. Ik hoop dat het geluid het doet. Ik zal er een beetje overheen praten. Ik denk niet dat jullie het horen. Oh, dat is goed. Je kunt er recepten voor laten lezen, boodschappen mee doen en vanaf nu ook je meterstanden mee doorgeven. Great, let's get started. Do you have your meter reading reference with you? En ik geloof erin dat voice control het kanaal van de toekomst gaat worden. Het is nu al groot in Amerika en dat zal ook in Europa gaan gebeuren. En daarom bereiden wij ons nu al voor al een eerste kleine functionaliteit uit te zetten. We would like to receive the meter readings for electricity and gas. Do you have these with you? Yes. Het werkt heel simpel. Je roept hem aan door Alexa Ask Eneco Chatbot te roepen. Vervolgens geef je meetstanden door. Deze worden real-time gewerkt. En je hebt binnen een paar minuten je jaarnotaat in je mailbox. May I have your meter reading reference? 2244581. Congratulations. You are one of the first people to submit your meter readings with the chatbot. Eneco is nu live. De techniek wil niet meewerken vanavond. Wat je eigenlijk hier ziet is eigenlijk een introductie van een nieuw service wat we aanbieden. We gaan namelijk ook de chatbot aanbieden via in dit geval Alexa. Alexa, je zag hem eigenlijk al staan, is een klein apparaatje dat je met voice control kunt bedienen. En nu zijn we begonnen met een van de eerste functies, doorgeven van je meterstanden. Wat eigenlijk al een hele gekke is, want een Alexa staat in je woonkamer, je meterkast staat in de gang. Dus dat betekent dat je moet gaan schreeuwen. Maar het werkt. Ik wil jullie meenemen met de successen en de barrières waar wij tegenaan liepen. Een van de successen was dat natural language processing, echt het begrijpen van taal, dat het eigenlijk wel heel indrukwekkend is. Als je een simpel getal hebt, 1, 2, 3, 4, dan zijn mensen eigenlijk in staat om het op verschillende manieren te zeggen. Sommigen noemen het echt als getallen, 1, 2, 3, 4. Sommigen zullen zeggen 1234. En sommigen zeggen 1234. Alexa snapt het allemaal. Maakt niet uit. Vrij impressive. Wat ook wel een succes is, is de implementatie. Die is eigenlijk vrij eenvoudig. Je ziet dat dit technieken zijn. Hetzelfde geldt ook voor IBM Watson. Je merkt, dit zijn technieken die zijn wat volwassener.
Het implementeren, het bouwen daarop gaat gewoon een stuk eenvoudiger. En als je kijkt naar het releasen van zo'n skill in dit geval, het heet niet een app, maar het heet een skill. Als je het instuurt, heb je het binnen 48 uur in de skill store en dan is het ook voor de hele wereld te gebruiken. Dus er zit een enorme snelheid in en heel dat natural language processing gebeuren, dat krijg je al vanuit de box. Dat gaat heel snel. Nou, wat zijn de barrières? Het is nog niet verkrijgbaar in Nederland. Dat is eigenlijk al een hele grote. Wij moeten via eBay's vanuit Duitsland en UK moeten we ze binnenhalen. Dus we gaan een dienst lanceren op een product wat nog niet uit is. Het tweede, je hoorde hem net al, het is alleen in het Engels. Ook daarin is verandering, net zoals de chatbot die ik net liet zien, was gebouwd op het moment dat er ook geen fatsoenlijke Nederlandse ondersteuning was. Zo verwachten we ook hier dat binnenkort dat ook Nederlands ondersteund zal worden. En het laatste wat ik jullie nog mee wil geven, als het gaat om implementatie binnen een bepaalde omgeving, zoals je woonkamer, dan is de ondersteuning nog heel schraal. De documentatie, je merkt dat is er of gewoon nog niet, of gewoon nog minimaal. En het aansluiten met je Chromecast, met je Sonos, dat werkt allemaal nog niet lekker. En zeker als je dit soort diensten wil gaan inzetten voor een smart home, waarmee je met je stem je hele huis kunt bedienen, dan is dat nu nog niet echt van toepassing. Helaas. Dat is mijn verhaal. Ik heb nog 20 seconden binnen mijn tijd over. Ik ga het stokje overdragen aan Rob en Bas. En die gaan iets vertellen over Robbie. Dankjewel. Ja, ik heb geluid. Ik ga alvast even de doos eraf halen en ik zet hem alvast even neer. Hij is in een doos gebouwd voor transport en voor het onthullen. Ik ga hem zo meteen aanzetten. Ik draai hem nu vast eventjes jullie kant op. Klikkertje. Dankjewel. Laat ik even beginnen met te zeggen dat ik heb dit project gebouwd samen met Bas. Bas Leijt is principal architect bij Achmea. En wij kennen elkaar eigenlijk uit het Sitecore-wereldje. Voor degenen die Sitecore niet kennen, het is een content management systeem met marketing capabilities. En er is een vrij actieve community. En wij hebben dit als een hobbyproject gebouwd. Omwille van de tijd zal ik het verhaal nu doen. Maar ik wilde toch zeker eventjes vermelden dat het een gezamenlijke effort is. Hoe is Robbie ontstaan? Ik heb hierbij staan een omni-channel showcase. En dat is omdat het is niet de beste robot. Het is ook niet iets wat je nu kunt gaan gebruiken of toe kunt gaan passen waarvan je zegt, nou, hier heb ik nu echt een hele goede business case voor. Het is bedacht om te prikkelen en om te kijken wat er nu al mogelijk is. We hebben onszelf een uitdaging gesteld en die is, hoe ver kunnen we gaan in het mixen van menselijke interactie met techniek? En daarbij gebruikmakende van profiling en personalization. En profiling en personalization is iets wat jullie als techneutenmarketeers vaak tegenkomen, neem ik zo even aan. En wat wij in Sitecore als experience platform ook graag de boventoon zien voeren. We vinden alleen dat het nog wat meer gebruikt wordt, we vinden alleen dat het wat meer gebruikt mag worden. En daarom wilden we graag kijken van hoe kunnen we dit nou gebruiken en hoe krachtig is het eigenlijk. Wat ik even ga doen is, en ik hoop dat de techniek allemaal meewerkt. Ik heb één scherm, dus ik ga even wisselen. En ik ga een live demo geven, hij moet even opstarten. En terwijl hij aan het opstarten is, kan ik nog een stukje verhaal doen, maar dan zonder slide. En ik draai hem expres weg van jullie. Want niet dat hij mensenschuw is, maar ik heb hem niet getest op meer dan 100 man. Dus dat gaan we ook hier eventjes niet uitproberen. Om aan te geven hoe het ontstaan is, is wat ik net al aangaf. We willen graag veel meer met die marketingkant doen. En Sitecore is een content management systeem wat gebruikt wordt
door de meeste developers, door de meeste marketeers, door de meeste customers als tool om content te beheren. Maar wat ik al aangaf, de marketing capabilities gaan heel ver. En Bas en ik zeiden tegen elkaar, wat nu als we die marketing capabilities, ofwel het personaliseren van content, het personaliseren van de reactie van een website op het gedrag van de bezoeker, wat nou als we Cycle kunnen gebruiken om het karakter van een robot te bepalen? Wat nu als we een robot aansturen met een content management systeem met marketing capabilities? Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben de uitdaging aangepakt en we hebben ongeveer 4 maanden van onze vrije tijd ingestopt. Het was niet makkelijk, maar en daar gaat hij komen. Maar het was wel mogelijk en dat zie je hier. Ik wil graag een korte demo geven en dan ga ik door met mijn slides. Ja, daar is hij. Tell me the weather. Of course I can tell you the weather, Rob. It's a bit cloudy today. Tell me a joke. What did the ghost say to the bee? The bee. Oké. Het is niet zo'n hele goede grap, maar dat was ook een beetje deel van... van onze lol. Ik ga nu eventjes... Dit doet hij normaal sneller. Ga ik even overslaan. Het scherm knippert hier ook een beetje. Dat zijn we niet gewend. Maar in demo-situaties kan het altijd wel afwijken. Sleep. Hi. Nice to meet you. Oh. Live demos, hè? Sleep. Nee, we zijn vastgelopen, maar dat maakt niet uit. Ik zet hem eventjes uit. Ja. Dit staat misschien beter. Oh, alsjeblieft. Zoals je ziet, hij was er zelf ook niet zo blij mee. En wij dichten... En dat zie je nu ook weer. Wij dichten een hele hoop emotie toe aan techniek. Aan dingen die heel logisch zijn. Als de spanning van die servo afgaat, dan zakt het gewicht door. Dat is perfect verklaarbaar, maar wij koppelen het aan een emotie. En dat is echt ja, gaaf wat je ziet ontstaan met deze techniek. Nou, wat hebben we nu gezien? Ik ga heel snel door... een stukje werking van deze demo heen. Want hier zit al een hele hoop in van wat we vanavond gezien hebben. Live en het werkt al. We beginnen met recognition. Wij gebruiken hier overigens de Microsoft Cognitive Services voor. Dat zijn online services en daar kunnen we een plaatje naartoe sturen, een foto. En daarvan kunnen we zeggen, wat zie je? We kunnen hem naar een Face API sturen, naar een Emotion API. En we krijgen data terug. Ook hier probabilities... Dus schattingen van, ik zie hier redelijk wat happiness, ik zie hier een klein beetje anger. En dat is wat ik voor emotie toedicht. En verder kan hij ook mensen herkennen. We kunnen ook mensen enrollen. De tijd is wat kort, maar we kunnen onszelf voorstellen aan Robbie. We kunnen zeggen, ik ben Rob. En dan zal hij me vanaf dat moment herkennen en onthouden. Hoe doen we dat? Wat wij doen is, we hebben real-time recognition... En we koppelen elk frame aan een volgend frame. Wij mappen het gezicht van het ene frame en het andere. En we houden op die manier lokaal een profiel vast. Elke API-call die we doen naar die cognitive services, die plakken we aan dat gezicht vast. En zo ontstaat er een lokaal profiel. Zo halen wij data uit die cognitive services. Want we kunnen namelijk niet elk frame dat deze webcam opneemt naar die API toesturen. Wij moeten daar een beetje spaarzaam mee omgaan. Nou, dat mappen we op deze manier. En op die manier zie je hier een soort van profiel ontstaan. De volgende stap is, als ik tegen de robot praat... en ik had ook een leuk voorbeeldje, zoals je zag...
dat hij Luke zou herkennen. Maar zoals we allemaal weten, Yoda heeft een beetje zijn eigen grammatica. Wij hebben daarvoor Lewis getraind. En ik kan mij op verschillende manieren voorstellen. Ik kan zeggen, my name is Rob. Ik kan ook zeggen, they call me Sebastian. De bedoeling is hetzelfde. Different utterances, same intent. Dat kun je Lewis leren. En wat je uiteindelijk terugkrijgt is, de intent is, ik wil mij voorstellen en de variabele, de naam is hier Yoda. Nu we die data hebben, kunnen we starten met de identificatie. Want we hebben het profiel en we hebben een intent wat iemand wil bereiken. En we gaan dat vervolgens naar Sitecore sturen. Nou, wat je hier ziet is best wel wat geavanceerde techniek. Want normaal ben je als bezoeker achter je browser één persoon die communiceert met één device. Wat wij hier doorbroken hebben, is dat één device met meerdere mensen kan communiceren en ook meerdere marketingprofielen kan opbouwen. We kunnen met meerdere mensen voor deze camera gaan staan. Hij herkent ons en hij zal op basis van voor de techneuten connection pooling, zal die gaan wisselen. Ik communiceer nu met Luke, dan heb ik deze cookie nodig en die marketingdata. Ik kan hem herkennen en ik kan er persoonlijk op reageren. Dat sturen we vervolgens naar Sitecore toe. En Sitecore is hier en Robbie communiceert ook daadwerkelijk echt met een website. En daar komt ook het omnichannel stukje vandaan. Eigenlijk zijn wij aan het kijken naar een ander kanaal om met onze website of ons platform te communiceren. En dat betekent dat we gedrag kunnen gaan beïnvloeden. Hoe een website reageert op jou op het moment dat jij veel aanbiedingen bekijkt van of geïnteresseerd bent in groene energie of juist in de duurzaamheid van je portemonnee, zeg maar. Dat zijn profielen die bepalen hoe een website reageert. Dat kunnen we met Sitecore ook. Dit is de site die achter Robbie de robot draait. Het is een Sitecore website en we zien daarboven al de menu items weather en joke. Nou, joke is, vertel mij eens een grapje, weather is, wat is het weer? Als ik in ga loggen en ik kijk in Sitecore, dan zie ik dat ik... nou, hier hebben we toevallig een andere briljante grap. Dat ik de reply van Robbie in kan stellen in het content management systeem. En ik heb hier gewoon verschillende antwoorden. Je ziet hierboven ook verschillende emoties, want die worden ook opgenomen en doorgestuurd en gebruikt voor je marketing tooling. Deze reply is dus gewoon content management. En als ik dan op de website kom en ik klik op joke en ik kijk links als bezoeker, dan zie ik een pagina met een grapje erop. Maar op het moment dat Robbie diezelfde website bezoekt, dan hebben wij een andere dataweergave. Er zijn twee dingen anders. Robbie heeft geen opmaak nodig, die heeft alleen content nodig. En aan de linkerkant hebben we geen emotie, maar aan de rechterkant wel. Als ik in de camera kijk en ik kijk blij, dan registreert hij dat. Ik weet niet of je het net hebt kunnen zien, maar het kwam in ieder geval voorbij dat op het moment dat ik begon te interacteren, dat hij mij waarschijnlijk in het Neutral Nico profiel gooide, omdat ik vrij neutraal keek. Maar hij kan anders gaan reageren als ik heel blij of heel boos ben. En daarom kan Robbie ook met zijn ogen een emotie tonen. En die geven we hier ook in terug. Dus deze content is ook verrijkt met een laag die je op een ander kanaal niet hebt. Maar het is dezelfde website en hij schakelt gewoon op basis van wie hem bezoekt. Ingelogd in Sitecore kan ik dus, en ik ga hier niet helemaal diep op in, want dat is niet voor iedereen heel relevant en interessant. Maar ik kan hier bepalen dat ik op happy, neutral en female, dat zijn wat profielen, emotie, geslacht, leeftijd, maar ook specifiek een persoon, een andere reactie geef. En daarmee bepaal ik het karakter van de robot met een content management systeem. En als laatste hebben we hier de Sitecore profile, experience profile. En daarin kan ik een contact zien. Ik kan niet alleen de bezoekers die op mijn website komen zien, maar ik kan ook de mensen zien die interacteren met Robbie. En ik kan daar ook marketing profiling op toepassen. Helemaal aan de linkerkant zien we de emotie en een opgebouwd profiel over een bepaalde tijd. Ik zie dat ik een pattern match heb op Neutral Nico. En je ziet hier ook de other pattern matches die ik af en toe gehad heb. Seth Simon komt wat vaker voor dan Happy Hendrik. Dat komt omdat dit tijdens het developen ook gewoon doorliep. En het was niet helemaal zonder frustratie.
Maar dit is super. Het is ook leuk om op het moment dat je mee bezig bent gewoon tot leven te zien komen en te zien dat het echt gewoon reageert op jouw emotie. En dat ik daarop kan profilen. Ik zie de channel distribution. Dat blauwe, dat is via de website. Mijn voorkeur is de gele categorie en dat is communiceren met het kanaal geopend. En een van de allermooiste en belangrijkste dingen is, ik kan zien op het moment wanneer ik mezelf voorgesteld heb, wanneer ik een known contact ben geworden. En dat is voor marketing doeleinden natuurlijk onwijs belangrijk. En daarmee wil ik mijn verhaal ook graag afronden, want we hebben hier nu een robot staan, wat moeten we daarmee? Nou, we zien dat de technieken, hier zit natural language processing in, voice recognition, face detection, emotion detection, Lewis, intent recognition, eigenlijk al die technieken aan elkaar geknoopt, maar daarnaast ook nog eens gewoon met de hedendaagse marketing tooling. En dat betekent al die zaken waarvan wij denken dat het de toekomst is, die kunnen nu al. En als je de robot even wegdenkt, hang deze camera in een fysieke winkel, koppel je klantenbestand met Facebook en op het moment dat iemand binnenkomt, dan kan hij zien wat zijn geschiedenis is en echt omnichannel zijn profiel. We vinden het allemaal nog een beetje spannend en eng en ik denk ook niet dat we het heel snel gaan zien, maar er komt een moment, en dat hebben we vandaag ook al eerder gezien, dat klanten gaan verwachten dat je weet wie je bent. En dat is dus gewoon een live case die nu al mogelijk is. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor Rob en voor Robbie? Heel veel van de chatbots zijn inherent gebaseerd op natural language processing. En heel veel van die Alexa zo ook op speech recognition. Alleen wat je wel ziet is dat mensen vaak heel onnatuurlijk vinden om tegen een machine te praten. Dat kan natuurlijk gewenning zijn. Maar denk je dat je misschien ook te maken krijgt met een uncanny valley-achtig idee als je het over chatbots en spraakherkenning hebt? Ik denk sowieso wel dat gaat veranderen ook. Het wordt steeds natuurlijker. Het wordt, in het begin merk je toch dat je tegen Siri een beetje staccato zit te commanderen. En uiteindelijk merk je dat het toch nog veel lekkerder gaat als je er gewoon tegen praat. En ja, wat ik zelf het meest tekende vind is dat ik toen ik met deze development van deze robot bezig was en even wegliep, dat ik terugkwam en mijn dochtertje met hem zat te praten. En ja, dat is iets wat gaat ontstaan, wat echt gaat veranderen. En het wordt steeds beter. We hebben het gebouwd op Lewis. De voice recognition is sowieso al erg goed. Die is gewoon van Windows overigens, want wat ik nog niet vermeld heb, hij draait op een Raspberry Pi en dat draait Windows op. En dat is redelijk standaard. Maar Lewis is tegenwoordig ook in het Nederlands. Daar hebben we nog niet op draaien, maar dat gaan we zeker binnenkort eens uitproberen. Nog andere vragen? Ik zag net hier een vraag. Oh, daar. Kan je misschien eens vertellen over of je dit nou gaat toepassen of al toegepast hebt? Want je zei je hebt dit in je privé-tijd gedaan. Maar ik kan me voorstellen als een Eneco-achtige partij zegt, hey, hier gaan wij op investeren. En waar praat je dan over? Ja, wat heel leuk is dat we... Sorry? Ja, nou ja, Pepper noem je, dat is een heel mooi voorbeeld. Die zie je al toegepast gaan worden. We hebben laatst gezien dat gemeente Rotterdam een Pepper rond heeft lopen om klanten wegwijs te maken. En ik weet dat een aantal grote andere instanties al bezig zijn met het experimenteren met zo'n Pepper. Maar wat ook leuk is dat we zien dat we hebben dit vanuit onze passie voor marketing en AI gedaan. Maar er is gewoon een heel groot interesseveld vanuit onze klanten. En het is een gesprekstarter en het is een showcase van wat er nu al kan. En ik hoop vooral dat het de barrière van het kanaal gaat doorbreken en niet alles op website blijft hangen. Maar echt de dialoog aangaat, ja. Andere vraag? Nee? Zeer hartelijk applaus voor Rob, voor Gijs. APPLAUS